Welkom bij de Avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. Vandaag verscheen het rapport van informateur Ronald Plasterk. Hij mocht dat overhandigen aan de Kamervoorzitter. Dat was toch even een moment wel. Dan geef ik u nu. Hartelijk dank. Het, prachtig. Ja, niet. Een mooi handschrift. En wat een mooie envelop. Zelf dichtgelikt. Ja, helemaal zelf. Knap hoor, knap. Maar vandaag kwam dus eindelijk het eindverslag over de formatiegesprekken. En ik heb hem hier zelf ook. Het heeft geen voorkant, want ja, die zou Pieter Omtzigt maken. Ook geen paginanummering, want dat zou Caroline doen. Maar die raakte helemaal in de war. Maar dit rapport stuurde Plasterk dus vandaag naar de Kamer. En Pieter Omtzigt kreeg dat trouwens via een appje van Plasterk. Dat is uitgelekt. Kijk hier. Hoi Pieter, hier het rapport. Groetjes Ronald. Het zit hem echt heel hoog nog. De grote verrassing vandaag was dat Pieter Omtzigt na dagen afwezigheid toch weer bij het overleg was. Dat lijkt me ongemakkelijk. Hoe is hij vanochtend binnengekomen? Was het echt zo, oh sorry, ik was er even een paar dagen niet omdat ik jullie allemaal idioten vind. Heb ik nog iets gemist? Of niet? Maar voor de anderen was het ook een beetje raar, denk ik. Want hoe ging bijvoorbeeld Jessicus daarmee om? Het was dus de eerste keer dat de vier elkaar weer zagen. Nou, we hebben het verslag gelezen, dus ik ben vooral daarmee bezig geweest. Hebben jullie nog gesproken? Nee. Ik ben vooral aan het lezen geweest. Oh, staat Pieter naast me? Oh, heb ik helemaal niet opgemerkt. Staat zo in het rapport? Geloofwaardig, Jessicus. Kijk, bij Omtzigt geloof ik dat meteen, hè? Ik geloof meteen dat hij niks meer meekrijgt zodra hij een rapport ziet. Ik bedoel, dat is alsof je een bal geeft aan een Jack Russell. Rapport! 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 Pieter. De kritiek op Omtzigt was de afgelopen dagen best fors. Plasterk vond hem zelfs respectloos. Je hebt het respect gemist deze week van de heer Omtzigt? Voor het instituut informateur wel, ja. Ja, Omtzigt zou geen respect hebben voor het instituut informateur. Het ging dus niet om Ronald Plasterk zelf, maar om het instituut. Dat instituut bestaat trouwens uit één persoon, Ronald Plasterk. En vandaag reageerde Omtzigt op die aantijging. Volgens de heer Plasterk had u geen respect voor het instituut informateur, klopt dat? Nou, ik... Dat zijn zijn woorden. Je ziet dat hij iets anders wilde zeggen. Maar hij had net te veel respect voor het instituut iemand geen lul noemen. Wel had Omtzigt spijt dat hij met een appje uit de formatie was gestapt. U heeft eigenlijk via een appje laten weten er niet te zijn. Ik heb... Het is niet op mijn chique manier gegaan zoals ik gewild had. Dat gaat wel eens als je een nieuwe, jonge partij bent. Ja, herkenbaar, hè? We hebben denk ik allemaal als jonge partij wel eens een formatie laten klappen met een appje. Ik bedoel, ik ook, tuurlijk. Maar daar leer je van. Maar er is ook kritiek op de formatie zelf. Gisteren zat voormalig informateur Johan Remkes bij Buitenhof en die vatte de boel zo samen. In één woord de afgelopen week? Verwarring en lichte chaos. Ja. Ook geen rekenwonder, hè? Nee. En Remkes was niet te spreken over het lekken en over de Twitterbeledigingen tijdens de formatie. Maar hoe zou hij dat dan hebben aangepakt als informateur? Ik zou gewoon zeggen, kleppen dicht. Kleppen dicht. Kleppen dicht. If you're happy and you know it, kleppen dicht. En Remkes weet ook hoe je Omtzigt weer binnenboord kunt halen. Je moet als informateur, maar dat geldt in feite ook voor de andere gespreksdeelnemers, moet je op een gegeven ogenblik ook elkaar comfort bieden. En de heer Omtzigt moet comfort geboden worden. Ja, in één woord, kleppen dicht en comfort bieden. Dat is een heel helder verhaal. En in de media verschenen vanmiddag meteen allemaal analyses over het rapport van Plasterk. Want de grote vraag is natuurlijk, zit een kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB er nog in? Nou, Hart van Nederland schreef, Plasterk ziet geen perspectief voor PVV, VVD, NSC en BBB. Oké, helder. Zij zeggen, het gaat niet gebeuren. Maar in het AD stond, kabinet van PVV, VVD, BBB en Omtzigt kan wel. Oké, verwarrend. En toen kwam NRC nog met, niet uitgesloten dat PVV, VVD, NRC en BBB alsnog kabinet kunnen vormen. Wat is het nou? Nou, laten we het rapport er dan zelf maar even bij pakken. Even kijken, wat schrijft Plasterk daar als conclusie? Dit neemt, naar mijn indruk, gebaseerd op de gevoerde besprekingen, niet weg dat het bereiken van overeenstemming niet uitgesloten is en zeer wel kan worden bereikt. Ja, Ronald, in je Telegraafcolumn was je daarmee weggekomen. Maar in Den Haag verwachten mensen toch nog een soort van logica. Plasterk had trouwens ook nog een paar adviezen. Dit was de laatste. Ik adviseer een nieuwe informateur te benoemen met ruime bestuurlijke en politieke ervaring.
Want die laatste was niks, laten we eerlijk zijn. Groeten Ronald Plasterk. Mooi handschrift. Mooi, mooi. Nou, nieuwe informateur dus. Wie gaat het worden? Ik ga dit vragen aan onze correspondent in Den Haag, Soumaya Aghwawi. Goedenavond, Arjen. Ja, Soumaya, goedenavond. Een nieuwe informateur dus. Wie gaat dat worden? Ja, dat is de vraag. Wat gaat er gebeuren na de plexit? De plexit? Ja, Plasterk exit. Oh ja, oké. Okay, ja. Want Plasterk en Omtzigt, kijk, die kunnen niet samen. Dat heb je gezien. Nee. Omtzigt wil comfort. Die wil een lekker bedje. En je kan veel zeggen over Plasterk, maar dat is geen lekker bedje. Nee, is dat niet? Nee, Plasterk is zo'n bankje dat expres heel kut gemaakt is met allemaal punten, zodat er geen zwervers op kunnen slapen. Oh ja, oké, okay, ja. Ja, Plasterk is zeg maar een cactuswinkel waar het toevallig ook nog eens egeldag is. Wat? Het zijn weer egeldagen bij de cactuskampioen. Ja, dat okay. is Plasterk. Ik heb een beetje een beeld, Soumaya, dankjewel. Maar ja. Plasterk die wil van Omtzigt juist wat meer respect. Ja, maar dat wordt heel lastig. Weet je wat het is met respect, Arjen? Mm-hmm. Ik had het gisteren nog met Wouter de Winter over. Ja. Respect is als een surprise party. Als je erom moet vragen, Wouter, dan is er geen reet meer aan. Oké, en hoe gaat het nu verder? Ja, er komt vast wel iets van een feestje, maar dat wordt voor niemand leuk, denk nee, ik. Nee, ik bedoel met de formatie, bedoel ik. Oh. Als Plasterk het niet gaat doen, wie moet het dan gaan doen? Nou, de eerste naam die dan valt is natuurlijk Wiebren van Johan Haan. Remkes. Oh, sorry, ja, oké. Okay. Ja, jij had het er al over. Voordeel van Remkes, hij heeft zich bewezen. Want hij stond aan de basis van Rutte 4. Oké, okay, en het nadeel? Hij stond aan de basis van Rutte 4. Oh, ja. Dat is niet best, nee. En een oud-premier bijvoorbeeld? Waar zat je aan te denken? Dries van Acht? Soumaya, dat is too soon. Nee, Arjen, dat is too late. Ja, oké. Okay, ook, ja. Maar wat zijn de andere opties dan? Wat je ook nog hoort hier, toch maar op zoek naar een integere PVV'er. Ja. Ja, maar wat denk jij dat het meest realistische scenario is? Ja, nou kijk, wat je in de wandelgangen veel hoort en waarvan ik zelf denk, ja, dat zou nog eens goed kunnen werken. We moeten het aan de koning vragen. De koning? Ja. Op zich geen gekke gedachte. Vroeger maakte het staatshoofd ook deel uit van de formatie en dat ging altijd goed. Ja. Maar vroeger was het staatshoofd nog niet Willem-Alexander. En je kan het ook niet zomaar aan hem vragen, toch? Tuurlijk wel. Je kan hem alles vragen. Hij werkt voor ons, hè? Hij staat op de payroll van Nederland. Wij betalen hem, dus hij moet doen wat wij zeggen. Werkt dat zo? Ik kan Willem-Alexander toch niet vragen om mijn wc te komen schoonmaken? Nee, maar als de Tweede Kamer zegt dat hij iets moet doen, dan moet hij dat doen. Kan de Tweede Kamer dan niet vragen of hij mijn wc kan komen schoonmaken? Nou, kijk, wat is er met jouw wc? Nee, niks. Maar ik snap alleen niet wat we opschieten met de koning als informateur. Nee, hij wordt geen informateur. Mm-hmm. Het idee is, Willem-Alexander gaat Galiet vervangen. Wacht, Galiet? Maar daar zit Jeroen Pauw nu, toch? Ja, sorry. Hij gaat Galiet vervangen in plaats van Jeroen Pauw. Hè? Willem-Alexander als talkshow-host bij Sophie en Jeroen? Precies. Dan krijg je Sophie en de koning. Oké, dat wil ik wel zien. Ja, oké, ik niet. Oké. Maar het betekent dus dat Jeroen Pauw wordt vrijgespeeld. Ah, en die kan dan informateur worden? Nee. Oh. Jeroen Pauw zou dan Humberto vervangen. Ja. En dan wordt Humberto informateur. Want Omtzigt, die zit eigenlijk het liefste bij Humberto. En daar krijgt Omtzigt wat hij het hardste nodig heeft. Comfort. Ja, wat een waterdicht plan dit. Dit gaat helemaal goed komen. Wij moeten snel door. Hoe waarschijnlijk is dit scenario volgens jou? In één woord, realistischer dan alle andere scenario's en daarom licht verontrustend. Oké, dankjewel. Kleppen dicht. Soumaya Aghwawi. En dan gaan we ook nog even naar het zuiden, want daar is het nog steeds carnaval. Dat is natuurlijk het feestje van het jaar onder de rivieren. Een paar dagen zuipen en dan 40 dagen vast. Food eten. Ik ging zelf dit jaar als Pieter Omtzigt. Dan maak je wekenlang allemaal plannen met vrienden en dan zeg je op het laatste moment af met een appje. Ik ben er zelf niet geweest, maar heel veel andere mensen wel. En daardoor begint het iets te gezellig te worden. Het zuiden zucht onder carnavalsdrukte en roept op, kom hier niet meer naartoe. Ja, het was zo druk. Op een gegeven moment kwam je alleen nog maar binnen als je verkleed was als dranghek. En die enorme drukte komt vooral door mensen van buitenaf. Hier, kijk, deze partybus brengt 2400 Hollanders per carnavalsdag naar Breda. Ja,
Dat, ik snap dan wel een beetje dat het wat te druk wordt. Maar ja, hoe weet je dat het allemaal mensen zijn van boven de rivieren? Al in de ochtend komen de eerste bussen uit de Randstad. Kom hier liever aan. Amsterdam. Oh. Gozer, we zouden toch lijken daar? Die pauperchauffeur die heeft het over kielen gehad of zo. Ren hier, bel even een Uber, staan verkeerd. Amsterdam. En niet alleen de partybussen, maar ook de treinen die zaten stampvol. Deze schoonmaakster vertelt hoe zo'n trein eruit ziet als er weer een lading carnavalstoerist is afgeleverd. Het is geen stringetje, maar wat is er ik niet. Soms heb je ook vieze dingen, want ze zitten af en toe zelfs op de stoel te poepen. Wat? Mevrouw, niet om het een of het ander, maar dit is de niet-poepen-coupé. Ach ja, nu zie ik het ook. Sorry hoor, nu zie ik het ook. Oké, ik begin ze in het zuiden wel een beetje te snappen. Hè. Er komen allemaal mensen hun feestje verpesten. En dat beïnvloedt natuurlijk gewoon de sfeer. Niet iedereen juicht de komst van buitenstaanders toe. Dat vind ik wel een beetje jammer. Toch? Want? Nou, ik denk dat de authentieke sfeer van zoals wij gewend zijn als Bredaners om carnaval te vieren, een beetje verloren gaat. Ja, dat is doodzonde. Sta je net lekker in de hoek van de kroeg de buurvrouw te vingeren. En wat, dat is toch carnaval? Ik weet het niet. Komt er zo'n buitenstaande vragen of de worstenbroodjes wel vegan zijn. Er wordt dit jaar trouwens wel speciale aandacht besteed aan grensoverschrijdend gedrag tijdens het feest. En ook dat staat weer in het teken van de mensen van buitenaf. Niet denken dat je als je hier de trein uitstapt vanuit Rotterdam of Utrecht, dat je denkt van joh, ik kom hier in een regio waar alles kan en mag, want zo werkt het niet. Nee, dus ook in het zuiden gewoon consent vragen. Althans, daar heet het blijf. Dus ja, dus eerst vragen en pas als ze netjes blijf hebben gezegd, dan weet je dat het in orde is. En de invloed van buitenaf merken ze ook in de muziek, want het begint steeds meer op een dancefestival te lijken. Hier, blaaskapellen of techno en house. Carnavallers in de clinch over muziek. Want het is dus niet alleen maar meer bloemetjes, gordijn en zo. Het is ook dit. Ja, de beste drugs houden ze voor zichzelf in het zuiden. Dit nummer heet trouwens Mien, waar is mijn tussenschotje? Maar ik vind dit geen carnaval meer. En misschien moet carnaval gewoon weer een feestje voor het zuiden worden. Kleine tip voor het zuiden, voor volgend jaar. Zet gewoon een tent neer op een industrieterrein buiten de stad. En dan zeg je dat daar het feest is. Geen bezoeker uit het noorden die het verschil ziet. He, dan zet je dit langs de weg. De carnaval. Nepfestival voor Noorderlingen die denken dat ze bij het echte carnaval zijn. Lekker keiharde techno aan, voldoende aanbod, glutenvrije IPA en een gratis poeptreintje. Opgelost, geen Hollanders meer, op jullie gang. En dit was vandaag Start Sport Video met Ivo Smit, Meijers, AI op Kamerlicht. Doe lekker mee! AI of Kamerlid. Naam? Ariët van der Heijdenvos. Partij? VVD. Het is AI. Ja, misschien heb je dit zitten kijken en denk je nu, oh, wat erg allemaal, ik wil iets doen. Nou, goed nieuws, je kunt iets doen. Hè? Je kunt nu naar NPO Start en daar kun je de hele uitzending terugkijken.